Yo guys, Jack Snel, mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe Coach to Glory aflevering. Sommigen van jullie vragen misschien af, waar blijft de Mission Sniper Remote? Die komt er binnenkort eraan, maar voor nu gaan we het even doen met de Coach to Glory... Coach to Glory Career Mode. Dit is alweer aflevering 31 en we gaan lekker verder waar we gebleven waren. Voordat ik vergeet te zeggen, jullie zien het mooie shirt dat ik aan heb. Die heb ik al best wel lang, eigenlijk al ongeveer een jaar. Ik heb nu dus een eigen soort merchandise site waar ik zelf echt niks mee verdien. Ik verdien er misschien 50 cent per verkoop mee en ik verkoop bijna niks. Het is gewoon puur omdat ik heel vaak de vraag krijg van heb je ook zelf je eigen merchandise? Net als vroeger, want vroeger wouden heel veel mensen het hebben. Uiteindelijk was er niks, was niet echt goed gegaan. Twee dagen was de shop al offline. Nu heb ik gewoon via een YouTube tooltje, YouTube sponsoring site, weet ik veel wat het is, heb ik dus mijn eigen merchandise uitgebracht. Dus dit shirt hebben ze ook, alleen dan is dit gewoon dezelfde kleur als het shirt zelf en dit ook. Dus dat is niet zo speciaal als deze. Maar ze hebben wel leuke shirts, ook ongeveer precies hetzelfde type, alleen dan is de zwarte rand niet zwart, is het gewoon dezelfde kleur als het shirt zelf. En ik heb ook nog wat andere shirts. Dat wil ik even snel mededelen. Dus ga het zeker checken. Ik dacht, het is misschien leuk om nu te doen. Net voor kerst, voor Sinterklaas. Heb je het geld niet, moet zeker niet doen. Als je het niet wil, moet je het ook zeker niet doen natuurlijk. Het is gewoon puur als je het wil hebben, als je het leuk vindt. Want ik kreeg best wel vaak de vraag. Dus ik dacht vandaar. Maar, we gaan vandaag spelen tegen Wigan Athletic. Tegen Rotherham United FC. Tegen Hull City en misschien ook tegen Middlesbrough. We moeten even kijken hoe het gaat. We gaan eerst beginnen met Wigan Athletic. En ik heb best wel iets leuks gedaan. Ik heb dus... vanochtend heb ik dus alle... Of tenminste alle niet. Maar heb ik dus gewoon een aantal Crew Alexandra Career Mode aflevering van Rowan teruggekeken. Is een oude serie van FIFA 18 op dit kanaal. En ik zag wat leuke dingen die ik zelf toe kan passen. Maar ook... wat leuke opstellingen die ik dus ga gebruiken. Ik heb dus deze week heb ik dus allemaal terug zitten kijken. Nu ben ik bij aflevering 52 of zo. Maar, jullie zien het. Een andere opstelling met drie verdedigers. Waarom? We hebben eigenlijk gewoon drie centrale verdedigers hier. Hè? We hadden dus Roberts rechtsback en we hadden Piri linksback. Maar Roberts is eigenlijk niet zo goed. En ik dacht van ja, als ze nou gewoon met drie backs spelen. Waardoor daar hier, ja, dan moeten we dan eventjes... de Graaf zet, dan zetten we hier bijvoorbeeld Asoro. En dan kunnen we het bijvoorbeeld zo doen. Hè? Het is maar een idee. En dan Selina zo. En even snel alles omgooien. Dan spelen we iets aanvallender. Want ja, weet je wat het is? We scoren gewoon weinig doelpunten. Tenminste, we scoren wel veel als we eenmaal scoren. Maar ik denk dat dit misschien wel een leuke opstelling is om te gaan proberen. Dus dat gaan we zeker doen. De Graaf en Malone gaan de centraal verdedigen in de middenvelders. Posities, vervullen. Dus laten we meteen gaan beginnen. Jullie zien zo de opstelling van Wigan Athletic. En ultiem 4 minuten. Let's go. Ik zit hier stil omdat ik een likeje wil. En een abonneetje. Oké, we gaan bijna van start. De Wigan Athletic wedstrijd. Tegen ons natuurlijk. Dus ja, het is gewoon weer een wedstrijd die we moeten winnen. We kunnen in principe nog tweede worden. Het gaat heel lastig worden. Maar ja, alles is mogelijk. Hebben we vorige aflevering natuurlijk naar gekeken. 7 punten verschil. 3 wedstrijden winnen. Ik bedoel, hun moeten 3 wedstrijden verliezen. Wij moeten alles winnen. Dan zijn wij dus gewoon tweede direct gepromoveerd. Norwich heeft in principe een makkelijk schema. Wij hebben ook niet de makkelijk... Wij hebben eigenlijk best wel een moeilijk schema. Dus het gaat nog pittig worden. Maar ja, weet je, het is... We gaan ons gewoon focussen op die tweede plek. Lukt dat niet, gaan we gewoon in de playoffs strijden. Want we hebben natuurlijk gewoon het team waarvan de helft... Waarvan ik zeg het alvast de helft... Wel... in de Premier League hoort te voetballen. En de helft ja, is nog misschien nog niet klaar voor de Premier League. Maar de team over het algemeen wel. Harvey Hall heeft weer een basisplaats. Ik vind hem echt zo fijn speler. Hij speelt goed. Een groot talent. En ja, net bij Barcelona speelt Ansu Fati de laatste tijd wel eens. Ja, je hebt heel veel zulke soort talenten. Matthijs de Ligt die bij Ajax ineens aanvoerder werd. Die gewoon heel goed was. Echt heel goed was. En Harvey Hall is misschien ook zo'n talent. Die nu al in de basis mag spelen bij ons. Dus dat is leuk. Misschien kan hij zijn basisplaats altijd behouden. Alleen in deze opstelling heeft hij een basisplaats. In die oudere opstelling heeft hij dat nog niet. Want dit is eigenlijk een andere opstelling. Ik heb ze allebei nog gewoon opgeslagen. Dus Asoro moet de rol in de spits gaan vervullen met King. En we weten dat Asoro als invaller eigenlijk best wel oké is. Maar hopelijk als basisspeler ook. De opstelling van ons kennen we natuurlijk. 3 centerbacks, Meulensteen, Ronald Piri. Het is niet de sterkste verdediging. Maar ja, dat was het sowieso al niet. Of we nou met back spelen of niet. Het is gewoon niet de sterkste verdediging die je kan hebben. Maar voor de rest hebben we prima team Malong. Die in principe nog terug kan zakken. De Graaf die dan iets meer de rol op het middenveld kan verdelen.
Celina dan iets aanvallender en Ajiu en Hall die af en toe mee naar achter kunnen, mee naar voren, mee terug, mee naar voren. Die is eigenlijk heel de linker en rechterkamp gaan beheren. Twee spitsen, moet goed komen. En de opstelling van Wigan Athletic, krijgen we die niet gezien of hebben die al gezien? Geen idee, in ieder geval, let's go. Oké, hier is Kikpirion, schept de bal, Malong. Rustig naar King. Ah, die bal komt net niet aan. Ik dacht, misschien is King weg, maar dat is wel iets te makkelijk natuurlijk. Malong onderschept hem hier ook. En misschien kunnen we nu op de kaart. King kan er net bij. Hij heeft hem. Oké, let's go. Dit kan hem worden, jongens. Ik zie de Asoro voor. Dat is een goede bal. Maar ja, de verdediging komt weg. En we hebben nog een corner. Laten we die voorgeven. Gooien hem hier ergens, denk ik. Daarbij Kikpiri, die kan koppen. De bal valt in de kluts. Maar uiteindelijk weet een Wigan Athletic speler de bal weg te werken. En nu moeten we oppassen voor de counters. De Graven gewoon voorblijven. Oké, Ajiu goed weggestoken. Kom op, je bent sneller. Hij heeft hem nog. Robinson met het gevecht met Ajiu. Robinson wint en we hebben nog wel een ingooi op een mooie positie. Waar misschien wel iets een aanval kunnen uitrichten. Hier is Celina. De Graaf kan schieten, dat weten we. En vanuit de richting scoort hij. Oké, 30 minuten onderweg. 0-1 voor Edwin de Graaf. Die op zijn nieuwe positie toch weer weet te scoren. Edwin de Graaf is eigenlijk een beetje op dit moment, dit seizoen, een beetje een uitvinding. Waar moeten we nou echt zetten? Waar is nou de beste plek? Natuurlijk, bij de andere opstelling hadden we een goede plek voor hem gevonden. Maar ik wou hem ook hier proberen. En ja, hij scoort met een mooi afstandsschot. Wordt volgens mij voor richting van, ja. Ja. Maakt niet uit. Hij komt wel op zijn naam. Dat is mooi. Edwin de Graaf met 0-1. En we staan voor tegen Wigan Athletic. Een moeilijke tegenstander. Hier is Messi aan de zijkant. Oké, de bal wordt weggewerkt. Hier is de Graaf. Misschien kunnen we nu voetballen. Ik zie Asoro daar helemaal vrij. Nou, die stond niet helemaal vrij. Maar ik zag een hoekje waar geen speler stond. Maar die bal kwam daar niet. En nu oppassen voor de counterinos. Hier is Messi weer. Evans. Ze geven hem voor. We weten nou weg te koppen. Nu kunnen we misschien wel op de counter. Ik zie hier de ruimte bij King. Hier is Asoro. King loopt zelf weer diep. Dat is een goede bal. King moet winnen van Kipperen. Maar dat doet hij niet. Oké, Asoro terug naar Harvey Hall. Hier is Harvey Hall. Schiet maar. Met links. Oeh, de keeper heeft er alle moeite mee. Maar weet hem toch tegen te houden. Harvey Hall bijna met het goal. We hebben nog wel een corner. Ja, corners bij ons weten dat het niet zo goed gaat. Maar toch blijf ik het proberen. Want ja, het moet toch een keer erin vliegen. Maakt niet uit, het is rust. Ja, hun creëren eigenlijk geen kansen. Ze staan eigenlijk heel erg goed met deze opstelling. Wij komen er alleen soms net niet door. Maar voor de rest gaan we niet wisselen, want dat gaat in principe nog prima. Dus ja. Oh nee. Oh nee, hier is Wigan Athletic. Met een schot en een redding van Moeri, die er alle moeite mee heeft. En in de rebound wordt door zijn benen geschoten. Staan we 1-1. De eerste kans voor Wigan Athletic is meteen een doelpunt. Een grote fout van Malong, daar begint het bij. Die levert de bal zo in, waardoor we dus een tegengoal krijgen. Oh shit, dit wil ik niet. Ik wil niet weer punten spelen. Hier eerst een ja, slechte redding, mag ik wel zeggen. Daarna door zijn benen. Ja, ze moeten terug zien te komen van achterstand. En ik ga ook meteen wisselen, want ja, we moeten iets. Ik vind Asoro, ja, heeft zich niet kunnen laten zien. Harvey Hall mag voor mij daarheen. En Asoro, ja, is niet zo goed als een invaller natuurlijk. Als hij invalt is het natuurlijk een geweldige speler. Dus ik denk dat ik Podolski erin breng. Celina naar links, Podolski CRM. En Hall naar de spits, want Hall is misschien wel de gevaarlijkste deze wedstrijd. Dus hier is Podolski, kom aan. Nu moeten wij op de counter. Wij willen niet weer punten laten liggen, want wij willen nog gewoon meedoen. King, goede paas. Hier is Ajiu, schiet maar. En op de paal in de rebound. Yes, eindelijk. 1-2. 60 minuten in de rebound, gelukkig. Want die bal kwam weer op de paal. Want het zit als de laatste niet echt mee met scoren. Maar dat maakt niet uit, want King, wat een paas. Achter stambeen. Oh, dat was een heerlijke paas. Jammer dat de eerste instantie zit, maar tweede instantie wel. Ajiu, belangrijk vandaag. Met een doelpunt, 60 minuten. En nu moeten we dit volhouden. Oh nee, hier is Jacobs weer. Meulensteen gaat er naartoe en dat doet hij goed. Ze hebben nog wel een corner. We weten dat corners wel iets zwakker zijn dan de tegenstander. Want we hebben echt best wel kleine spelers. Dus die bal moet weg. Ja, Muric stond mis. Dit is niet de wedstrijd van Muric, heb ik al wel door. Net een redelijk grote fout door een tegengoal komt. En nu stond hij ook weer naast de bal. Dus geen idee wat er nou helemaal anders is. Maar het is niet zijn wedstrijd, hebben we in ieder geval wel door. En hij leeft me ook zo dom in. Waarom doe ik dit nou ook? Waarom paas ik niet gewoon in de voeten? Goed verdedigd, Rodon. Weg die bal. Dat is goed. Hier is King wachten op Ajiu, die loopt. Nu loopt hij wel. Ik zie Harvey Hall diep gaan. Diep sturen. Hij heeft hem nog met geluk. Harvey Hall afmaken. Doet hij ook. 75 minuten. De wedstrijd is gespeeld. 1-3. Harvey Hall met het doelpunt. Ja. Ons talent. Ons eigen jeugdtalent. Het eigen jeugd. Weet hoe het doelpunt maakt. Met een beetje geluk. Maar dat maakt ons niet uit. Met een beetje geluk heb je soms nodig om te winnen. En ja,
1-3. Het is 1-3, ja. Ik zie Celina gaan. Een heerlijke bal van de Graaf. Wat een paas. Celina is hier weg. Terug naar binnen kappen. Nou, met een beetje geluk valt de tegenstander om. Hier is Podolski. Geeft maar mee aan Adjiu. Wat een slechte bal. Scheidsfluit maar af. Trap die bal maar weg. Scheidsfluit af. We hebben gewonnen. 3 punten zijn binnen. 1-3. Dit is heerlijk. Oké, goed. Man of the match. Ik denk wel Harvey Hall. Heeft prima wedstrijd gespeeld. Was de gevaarlijkste en weet ook een doelpunt te prikken. De Graaf is ook nog wel een... Ja, het kan ook wel de Graaf zijn, want die was ook echt geweldig. Nou ja, in ieder geval Harvey Hall op de Graaf. Eén van de twee. Nou, maakt in principe niet zoveel uit wie er mee op de match. Als iedereen maar belangrijk is en als we maar punten weten te pakken. En gelukkig doen we dat. Gelukkig doen we dat ook. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Je moet zoveel mogelijk punten weten te sprokkelen. Proberen Norwich nog voorbij te komen. Of dat gelukken, dat is altijd de vraag. Maar... eerst de persconferenties. Oké. Thuis tegen Rotherham United gaan we met onze normale opstelling simuleren. Het is een risico om dit te simuleren, want ja, simulaties gaan de laatste tijd niet altijd even lekker. Maar ja, hun staan stijf onderaan, dus ga er wel vanuit dat wij makkelijk winnen. Dus ga ik ook simuleren, ik ga er even moeite voor doen. We moeten deze gewoon winnen, als we dit verliezen mogen we zelfs schamen en dan verdienen we het niet om direct te promoveren. En wat doen we? We winnen met 2-0, Adjiu en King in de eerste minuut al met een doelpunt. Prima, prima wedstrijd gespeeld. 3 punten zijn binnen. En Norwich. 5 punten verschil. Heeft Norwich nou punten laten liggen? Ik wil het zien. Dit is precies wat wij willen hebben. Norwich die punten laten liggen. Even kijken hoe je dat ook weer kan zien. Alle stads... Hoe kan je dat ook weer zien? De wedstrijd, de speelschema's. En de vorige... oh ja, bij stand, dat was het. Ja, bij stand kan je zien. En dan scrollen we eventjes naar boven, want dit is heel erg leuk, jongens. Dit is heel erg leuk. Norwich, laat punten liggen. Even kijken waar we waren gebleven. Hier hebben we gewonnen van Charlton. Hier hebben we gewonnen van Wigan, dat is net gebeurd. We hebben Norwich gewonnen met 2-1. En toen wonnen wij hier met 2-0. En Norwich heeft 1-1 gelijk gespeeld tegen Hull City. 5 punten verschil nog. Alles kan, jongens. Alles kan. Water kan, thee kan, koffie kan, maar ook... promoveren direct kan. Ja, jongens. Waar staat Hull? 14e. Dit is lekker, jongens. Dit is lekker. Norwich laat punten liggen. Maar ja, weet je, we kunnen blij zijn. Maar we moeten nog steeds gewoon alle wedstrijden winnen. En Norwich moet nog steeds heel veel punten laten liggen. Dus ja, het is maar het geval. Of het... moeten we even kijken of het echt gaat gebeuren. Ricardo. Lombardi. Prima speler. Deze is slecht. Deze heeft een goede potentie. Een slecht argument. Hetzelfde geldt. Ja, deze kunnen we wel doen. En Gallo gaat doei doei. Ja, we hebben weer een scout update. Ditmaal in Ierland. Dit is een redelijke speler. Alleen zijn potentie is veel te slecht. Nel Connolly, prima potentie. Algemeen redelijk. Chris Gallagher, nee. En Enda O'Neill, ook nee. Oké. Het gaat gebeuren. Hull City tegen Swansea City. En wij zijn Hull City heel dankbaar dat ze gelijk hebben gespeeld tegen Norwich. Maar... ik hoop niet dat ze tegen ons ook een punt kunnen wegsnoepen. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Maar we gaan voor de 3 punten. Wij gaan alles geven. Een verrassende speler vandaag weer in de basis. Want ik zeg altijd als super sub is hij super goed. Als basisspeler is hij iets minder. Maar Asoro was nou ook niet denderend. Dus Adjiu is in de spits. Links midden staat dus Celina. Rechts midden staat Harvey Hall. En dan staat CAM. Staat Lukas Podolski. Hij mag het weer laten zien. De ervaren CAM. De ervaren middenvelder. Die het dus moet gaan doen. Die het moeten gaan doen. En ja, dat is het moment. Dat is het moment. Dit is dus Hull City. Met een redelijk team. Stewart. Ja, voor de rest ken ik niet heel veel mensen. Die dikke op de bank ken ik wel. Tafazoli. Oude bekende. Wat een Nac Breda erin wordt. Nee, dat is natuurlijk een jeugdspeler. Die heet ook Tafazoli. Was dus supergoed. Maar
onze opstelling kennen we. Dit is de opstelling van Real City. Let's go. Oh nee. Oh nee. Hier is Silva weg. Instappingsfoutje van Melle. Melle Meulensteen. Hier is Lopez. Die draait makkelijk weg. Maar schiet hem gelukkig 20 meter over. Het eerste gevaar is van Real City. En ja, gelukkig was het niet heel gevaarlijk. Hier is Adjew weer. Ik ben blij dat ik hem niet heb weggedaan. Hier is King. King schiet maar vanuit de hoek. King. Captain King. Met de 1-0. 0-1. 13 minuten onderweg. En Captain King met het doelpunt. Ja jongens, onze nummer 9. Onze top aankoop. De beste speler van de Ever Championship. Overduidelijk. Hier, Adjew vind ik echt heel goed spelen. Echt een geweldig speler. Ik ben blij dat ik hem niet heb gerolen met... Geruild met... Met dat talent, ik ben even zijn naam vergeten. In ieder geval, King met het doelpunt, staan voor. En daar gaat het om. Oké, Podolski weer. Hier is Adjew. King, meegeven aan Harvey. Oeh, die wordt net geblokt. Anders was het een grote kans voor Harvey al. Maar die bal kwam niet aan. Maar Long onderschept hem heel makkelijk. Geen idee waar Hull City mee bezig is. Het is overduidelijk niet hun beste wedstrijd. Hier is Hall nog met een beetje geluk. Maar een redding van de keeper, dat was weer een grote kans voor Harvey al. Maar ja, ik dacht Hull City begint goed. Maar ja, wij zijn eigenlijk de betere ploeg. Veel beter. Als je ziet naar het klassenverschil op dit moment. De eerste 21 minuten. Het slaat nergens op. Hull City lijkt alsof ze amateurvoetbal aan het spelen zijn. Hier is Harvey Hall weer. King helemaal vrij. Als Adjew meeloopt kunnen we hem afleggen. En dit moet 0-2 worden. Adjew rustig. 0-2. Wordt zo vrijgelaten. Hij wordt zo vrijgelaten. Weer de 14 minuten staan we 0-2 voor. Als Hull City zo blijft spelen de hele wedstrijd. Dan kan het nog wel eens een 0-10 gaan worden. En zonder grappen. We spelen echt heel slecht. We pakken alle ballen makkelijk af. Geen idee wat er aan de hand is. Maakt me eigenlijk ook niet uit. We staan voor en we moeten winnen. En daar gaat het om. Hier King. Moest kijken hoe lang ik de tijd heb. Ik sta gewoon 1, 2, 3 seconden stil met Adjew. En hij wordt niet aangepakt. Hij weet scoren. 0-2. Let's go. Oké, is Adjew. Harvey Hall is mee. Dus we gaan hem zo meteen afleggen als we zover komen. En dan komen we ook. Harvey Hall. Let's go. 0-3. Half, we gunnen het op doelpunt. Ook Adjew weet dat dit een van zijn laatste seizoenen is dat hij überhaupt in de basis gaat spelen. Hij weet, de talenten komen eraan. En dat is mooi, want spelers als Adjew en Podolski, die accepteren het ook gewoon om af en toe wissel te staan. En dat de talenten dan voor hun spelen. En hij gunt hier Half ook het doelpunt. Dat is echt geweldig van Adjew. Wat een topspeler, wat een teamspeler. En Half met een doelpunt. Oké, is Half weer. Ja jongens, dit kan een afstraffing gaan worden als het aan mij ligt. We moeten het alleen afzien te maken. Maar dat lukt nog niet helemaal. Maar Hull City is echt ongekend zwak. Hoe kan dit Hull City nou gelijk hebben gespeeld tegen Norwich? Geen idee. Kings corner maar. Ja, 0-4. 2-6 minuten onderweg. Ik speel gewoon ultiem, jongens. Ik speel gewoon ultiem. Ik tik Hull City helemaal weg. De ene keer hebben we heel veel moeite met de wedstrijd. De andere keer is het heel makkelijk. Maar ik kan even niet met mijn hoofd bij. Hoe kan Hull City gelijk hebben gespeeld tegen Norwich? Dat Norwich dat zo in vorm is. Ik heb echt geen idee. Geen idee. Wij staan 4-0 voor. King rolt Hull City helemaal op. En we gaan proberen nog meer doelpunten te maken. Zo simpel is het. Oh nee. Ja. Geprutzak erin. En zo scoort Hull City ook nog een doelpunt. 1-4. Ja, ze zijn niet echt blij zoals je ziet. Maar 1-4. Geprutzak erin. Ik wou die bal naar die zijkant gooien, maar ik kwam steeds de rug van mijn eigen speler aan. En Hull City weet eruit scoren. Een hele grote fout van mij. Maar ja, weet je, er is niks aan de hand. Alleen jammer, clean sheet had ik graag gehad. Maar ja, mijn eigen fout. Oké, de wedstrijd is voorbij. We hebben gewonnen met 1-4. We hebben Hull City helemaal opgerold. We hadden misschien meer doelpunten kunnen maken. De clean sheet kunnen houden. Is niet gebeurd. We waren veel beter. Half man of the match. Half is in een goede vorm, jongens. Half is echt heel goed aan het spelen de laatste tijd. Je kan hem eigenlijk gewoon niet uit de baas halen als in de wedstrijd die ik zelf speel. Simulatie, ja, moet soms wel, aangezien die gewoon niet hoog genoeg is. Maar de interviews. Oké, jongens, dat waren de interviews weer. Ik heb dus een nieuw soort iets dat ik er niet onder praat. En jongens,
Het wordt steeds maar mooier. Het wordt steeds maar mooier. Wat gebeurt hier? Norwich. Heeft Norwich een wedstrijd minder? Nee. Wacht, ik ga even terug naar maart. Wij hebben gewonnen. 4-1. Norwich heeft gelijk gespeeld tegen Brentford. Zo is het nog 3 punten verschil. Nog 3 punten verschil. En ons doelsaldo is beter. Dus als we winnen en Norwich verliest nog een keer, staan wij zelfs boven Norwich. Op dit moment nog, met het doelsaldo. Ja, Aston Villa is onverslaanbaar. Want Norwich laat punten liggen. Tegen wie ook weer? Tegen Brentford. Ze staan 11e. Oké, jongens, dit had ik echt niet verwacht. Dit is heel even. Het is even een fijn moment om te zien. Ik heb er toch nog hoop in. Als Norwich zoveel punten laat liggen. Al 3 keer achter elkaar gewoon. In 3 wedstrijden 2 keer heel veel punten laat liggen. Moeten wij er gebruik van maken. De Graves 75 is ook mooi om te zien natuurlijk. Oké, King. 31 doelpunten, jongens. Wat een beest. Jullie zijn ook tegen mij. Waarom koop je? Maar hij is eigenlijk veel te goed voor de championship. Hij wou graag Swansea komen versterken met de toekomstige toptrainer. Hij wou een keer met de toekomstige toptrainer gespeeld hebben. En ja, het pakt nog goed uit ook. Callum Robertson had ik gescout. Misschien voor het seizoen. Voor naast King. 26 jaar. 67 algemeen. Nou, hij is wel interessant te spelen. Die gaat op mijn verlanglijst. Ja, want op dit moment hebben we natuurlijk Adju en King. Als we deze opstelling bekijken. Maar Adju, ja, die wordt natuurlijk ook steeds minder. En die gaat er ook steeds verder achteruit. En dan hebben we natuurlijk wel iemand nodig die redelijk goed is. Nog niet meteen de top, maar wel redelijk goed is. Bidwell wil spelen. Dat mag die van mij ook. Ik zal het overwegen. Want ik ga met het basisteam, ga ik simuleren. Oh, Bidwell zit er wel niet in het basisteam. Oh, ben ik dom. Nou ja, dan zetten we Bidwell er maar even in. In plaats van... In plaats van Weulensteen. Doe het even snel zo. En deze wedstrijd ga ik namelijk simuleren. Tegen Middlesbrough. Het kan een risico zijn. Want ik vind simuleren altijd heel gevaarlijk. Maar ik wil zo snel mogelijk door het seizoen heen. En dan kun je Premier League spelen. We hebben gewoon echt een heel goed team. Alleen die verdediging is iets minder. En Middlesbrough staat 12e. Min 2 doelsaldo. Moet een overwinning worden. Thuis. Ik durf eigenlijk niet te kijken. Dus ik hoop dat we gaan winnen. Ik ga niet kijken. En ik denk dat het echt gespeeld is. Oh, 3-0. 3-0. Roberts, Kikpiri en... Celinha met de doelpunten. Oké, mooi, 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 mooi. 3 punten zijn we binnen. Kijk wat Norwich gedaan heeft. Want daar ben ik echt heel erg hyped over. Even kijken. Nou, oké. Nu hebben ze wel gewonnen. Want ze verliezen natuurlijk niet alles. Ze winnen ook natuurlijk nog wel eens een keer. Dat hebben ze in dit geval gedaan. Ja, Mulder met gewoon wisselkeeper. Laat je niet gek maken. En nu gaan we even de basisteam weer aanpassen naar hoe het voorheen was. Want Meulensteen is gewoon een basisspeler. Voor nu. Voor nu. Volgend seizoen gaat het heel anders worden. Volgend seizoen moet echt een betere verdediging gaan halen. Want Rodon en Meusje zijn allebei nog talentvol. En Kikpiri ook. Maar we hebben 2 betere centerbacks nodig. In deze opstelling. En dan kan Kikpiri blijven staan. We mogen ook ouderen zijn. Zodat Rodon achteraf er overheen kan komen. Weet je wel. Beter kan groeien. En Bidwell schittert blijkbaar. Nou, dat is mooi voor hem. Harvey Hall. Kan niet omhoog gaan. Ik dacht hij gaat omhoog met alle statistieken die hij omhoog gaat. Maar dat valt nog mee. Bijna 69. Harvey Hall, de man in vorm. En ik ga even kijken wat Norwich nou precies gedaan heeft. Want daar ben ik wel erg benieuwd naar nu. Want die hebben natuurlijk gewonnen. Maar ja, hoeveel? Oh, dit is februari. Nee, ik moet niet naar februari. Wat ben ik aan het doen? Dit moet ik niet. Oké, jongens, even opnieuw. Sorry. Dat was heel dom van mij. Ik ga even terug. Maart. Wij hebben dus gewonnen met 3-0. En Norwich heeft gewonnen met 1-0. Dat is weer een krappe 1-0, hoor. Een krappe 1-0. Maar ja, een overwinning is een overwinning voor hun. En voor ons is het ook zo. En Norwich moet... Wij moeten zo meteen tegen Bristol City. Dus dat gaat wel een pittige wedstrijd worden, want die staan 9e. En Norwich, hopelijk spelen ze de wedstrijd op zaterdag. Dat is niet het geval. Ze konden al zien wat ze gedaan hadden. In ieder geval, dit is voor de volgende aflevering, jongens. Dit is voor de volgende aflevering. Ik hoop dat je deze aflevering weer leuk vond. Laat een like achter, abonneer als je zin hebt in deze serie. Laat ook zeker een reactie achter van wat jullie denken. Of direct gaan promoveren, of niet. En wat jullie van de merchandise vinden. En dan, hebben we nog 2 maanden te gaan. En ja, nog 2 wedstrijden in. Het is 2,5 maand nog te gaan. En dan komen we erachter of we direct gepromoveerd zijn of play-off spelen. In ieder geval bedankt voor het kijken naar de aflevering. Later, jongens.